Wij blijven een beetje in de muziek. En dat doen we met collega en collega-organisator en collega-muzikant een beetje. Hè? Jeroen de Boer uit Leeuwarden of Leeuwarden? Leeuwarden. Ik ben Jeroen de Boer, ik ben coördinator muziek bij Bibliotheek in Leeuwarden, Bibliotheek in Midden-Friesland. En daar werk ik nog niet zo lang, ik denk ruim anderhalf jaar. En een van de eerste dingen die ik deed in de bibliotheek was 23 dingen. Weliswaar in een wat versnelde variant, maar toch. En wat ik miste was muziek. En daarom besloot ik de Bibliotheek 2.0 happening te organiseren met als thema streaming muziek in Leeuwarden. En om daar een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen, nodigde ik mensen uit van binnen de bibliotheek. Dus de CDR was vertegenwoordigd als spreker en de Vlaamse collega's van BIP-FM. En twee sprekers van buiten de bibliotheekwereld. Te weten Niels Alberts, hier links op de foto. Misschien beter bekend als EPO op Twitter. Eerste hulp bij plaatsopnamen. Ook bekend als de manager van Kiteman. En iemand met een zeer kritische blik op de muziekindustrie. En Gilles de Smit van 22 Tracks. Misschien wel van gehoord, een van de leukste en meest innovatieve Nederlandse muziekdiensten van dit moment. En zij hielden een verhaal dat zowel in de zaal als ook op Twitter erg actief gevolgd werd. Je ziet hier, er ging gejuich op toen wij de PVV voorbij streefden met de hashtag. En dat was met, ik denk, een man of 40 in de zaal en voor de rest mensen op de livestream. En dat leidde tot een zeer levendig geheel. En de conclusie was eigenlijk van, er moet iets veranderen. Want zoals je hier ziet, de consumptie van muziek verandert. Er wordt sowieso minder omzet gemaakt. En dat komt vooral omdat cd's niet meer verkopen. Maar je ziet, en dat vind ik het meest interessant, dat er een stijging is in de digitale verkopen van muziek. En dat vraagt om een veranderende rol van de muziekbibliothecaris in dit geval. En die zou zich eigenlijk, en dit is al in de woorden van Gilles de Smit van 22 Tracks, zich moeten opwerpen als de zogenaamde content curator. Een citaat van Clay Shirky: curation comes up when search stops working. Maar goed, dat vraagt dus om nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis bij de muziekbibliotheek medewerkers. En daarom heb ik samen met Rob en de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken het initiatief genomen om de dingen voor muziekbib medewerkers te gaan ontwikkelen. Die zijn er nog niet. Die gaan er komen. Want dit is een beetje een toekomstverhaal. Maar dit zullen wel ongeveer de thema's zijn die om de hoek komen kijken. En daarvoor wil ik er een aantal specifiek benoemen. Waaronder natuurlijk luisteren. Hoe luister je nou tegenwoordig naar muziek? Nou, YouTube kent iedereen. Eigenlijk kent iedereen al deze diensten wel. En dat is waar onze bezoekers ook steeds meer gebruik van maken. Wat al deze diensten gemeen hebben, is de mogelijkheid om kennis te delen of om aanbevelingen te doen. En ik wil een aantal daarvan de revue laten passeren. Dit is Ping van iTunes. Waarbij je suggesties krijgt op basis van je muziekbibliotheek, van je eigen muziekbibliotheek, dus op je harddisk. En iTunes doet jou dan aanbevelingen van wat je misschien leuk zou vinden en idealiter zou gaan aanschaffen in hun winkel. Dit is Spotify, waarbij je bijvoorbeeld bepaalde nummers of bepaalde albums heel mooi kan delen met Facebook-vrienden, Twitter-vrienden, MSN-vrienden, Facebook-vrienden, noem maar op. Dit is Last of M, jullie allemaal wel bekend. Toen ik 23 dingen deed, was Last of M geloof ik het enige muziekdingetje wat erin zat. Ja.
En ja, dit is de Last of M player als je hem op je computer installeert. En je ziet hier ja, de zogenaamde scrobble functie. Waarbij je onder My Profile ziet wat ik de laatste tijd heb afgespeeld. En op basis van die informatie kun je binnen Last of M achtergrondinformatie krijgen, suggesties krijgen, noem maar op. Maar zoals je hier al ziet, deze aanbevelingen zijn heel anders dan deze. Ze komen totaal niet overeen. Terwijl ze wel gaan over mijn muziek, of in ieder geval wat iets denkt wat ik leuk vind. En dan kun je de vraag stellen van, ja, wat heb ik liever? Een algoritme dat voor mij bepaalt wat ik leuk vind, of iemand die naar mij luistert, het liefst iemand van vlees en bloed, die mij persoonlijk advies geeft over wat ik leuk vind. Nou, dan komt deze quote weer naar voren. Curation comes up when search stops working. En dat kun je natuurlijk in je eentje doen, als bibliothecaris achter een balie, of in je eentje via Twitter, of in je eentje via Facebook. Je kunt ook zeggen van, waarom gaan we niet alle muziekbibliothecarissen in Nederland verzoeken, misschien wel dwingend verzoeken, om Twitter te gebruiken en met z'n allen gebruik maken van de hashtag muziekbiep, vragen van gebruikers te beantwoorden. Of onderling informatie uit te wisselen. Echt kennis over muziek. Dus verbinden en adviseren. En eigenlijk maak je dan lijstjes. Maar lijstjes 2.0, zoals ik het dan zou noemen. Of doe het zelf lijstjes 2.0. Want lijstjes zijn immers het leukste. Wat? Of dat? Die er? Lijstjes zijn hartstikke leuk. Er zijn een aantal hulpmiddelen al beschikbaar, gewoon vrij op het internet, die het maken van die lijstjes ontzettend leuk maken. Spotify is daarvan de eerste en eigenlijk de meest eenvoudige. Dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Het is een gebruiker, Ulysses Stone, op Spotify. Een zeer fanatiek playlist-creator. En die heeft in dit geval een afspeellijst gemaakt met alle muziek in Spotify die gemaakt is door componisten die ten tijde van het componeren in een concentratiekamp zaten. Nou, dan kan je zeggen van ja, wat heb ik daar nou aan? Je kunt ook zeggen van goh, wat bijzonder dat iemand die moeite heeft genomen om dat allemaal uit te zoeken, om dat beschikbaar te stellen en voor anderen publiek te maken. En je kunt je dus abonneren op zo'n afspeellijst. En wanneer Ulysses Stone in dit geval, want hij is de beheerder van deze afspeellijst, updates doorvoert, heb ik daar als gebruiker gelijk profijt van. Afspeellijsten kunnen ook gedeeld worden. Dus ik zou ook kunnen zeggen van god, ik wil jou wel helpen met het maken van deze afspeellijst. Want ik weet toevallig heel veel van componisten uit concentratiekampen. Zal ik met je meedoen? Nou ja, dat kun je natuurlijk als muziekbibliothecarissen ook met z'n allen gaan ondernemen. Dit is een dienst, en ik geloof dat hij nog als public beta is. Je kunt volgens mij een gratis account aanvragen op Torrent Freak. Dat is een interessante blog over muziek en file sharing, streaming, noem maar op. En die heet Tubify. En Tubify is een zogenaamde mashup van YouTube en Last.fm. Ik weet dat YouTube de grootste muziekbibliotheek op het internet is. Er wordt niet meer muziek geluisterd op het internet dan op YouTube. Alleen het nadeel van YouTube is dat je alleen maar nummers kunt luisteren. Geen albums, daar is YouTube niet voor gemaakt. De mensen achter deze mashup hebben gezegd van als we nou eens YouTube gaan koppelen aan al die tags en titelinformatie die in Last.fm beschikbaar is. Nou ja, dan krijg je dat je gewoon kunt gaan zoeken op een artiest. En je krijgt dan bijvoorbeeld de naam, ik noem maar wat, Madonna. Maar ook gewoon de albums. Dus je hoeft niet zelf dat allemaal te gaan selecteren. In dit geval doet de API van Last.fm het werk voor jou. Dus in principe is dit een
ja, een YouTube muziekplayer, zo zou je het kunnen noemen. Nog weer een stapje verder is drag on tape of dragon tape. Wat in principe een multimedia mixtape app is. Gewoon gratis te gebruiken. Ook op de iPad beschikbaar. En zoals je hier boven ziet, ik heb geselecteerd op een gitarist die ik erg goed vind, Alan Holdsworth. Je ziet daarboven allemaal clipjes, dat zijn allemaal YouTube filmpjes. En die kan ik gewoon in de tape, in de mixtape slepen. Waardoor ik een afspeellijst kan maken bestaande uit doorlopende filmpjes van maximaal 3 uur lang. En die kan ik weer delen met mensen die bijvoorbeeld Alan Holdsworth ook een interessante artiest vinden. Of, noem maar op. Dat delen en aanbevelen, dat is iets wat in al deze diensten, die dus gewoon gratis beschikbaar zijn, een heel belangrijk element vormen. Nou goed, daar kun je denk ik als muziekbibliotheek goede zaken mee doen. Om richting je klanten, richting je gebruikers te laten zien van wij hebben heel veel kennis in huis, die willen we graag met jullie delen, maar het kan ook andersom. En dat nodig is, hè, die veranderende muziekbeleving, veranderend maken van muziek, vind ik het meest interessant naar voren komen in het fenomeen remix en mashup, waar er in principe sprake is van het maken van muziek die van anderen is, of deels van anderen. Barry noemde net Creative Commons. Dat is in dit geval een belangrijk instrument. YouTube heeft bijvoorbeeld van de week ook bekendgemaakt dat zij Creative Commons gaan ondersteunen als een serieus licentiemodel voor content op hun site. Dus je kunt tegenwoordig als filmmaker binnen YouTube aangeven van ik ga mijn video vrijgeven als Creative Commons materiaal. Waarmee ik eigenlijk zeg dat iemand als Girl Talk, waar ik straks een nummer van ga laten zien, zonder juridische heisa muziek kan maken. En het is belangrijk, hè? Remixen staat eigenlijk voor delen, voor het herconstrueren. Eigenlijk de manier van muziek maken die door het internet mogelijk is gemaakt. En ik wil laten zien als illustratie waar dat toe leidt of waar dat toe kan leiden. Dit is een site gemaakt door een fan. Een fan van Girl Talk. Girl Talk is een Amerikaanse jongen, Brad Gillis heet hij geloof ik, die mashups maakt, mashup muziek. Muziek die 100% bestaat uit samples van anderen. Maar op een waanzinnig leuke manier in elkaar gezet en uitermate dansbaar feestmuziek. En deze fan, ik ben zijn naam even kwijt, maar onthoud deze URL, want hij doet veel meer artiesten op deze manier, heeft al de samples die Girl Talk heeft gebruikt opgezocht. Je ziet hier al dat dit nummer gaat beginnen met een sample van Warpix van Black Sabbath. En dat eveneens gematcht met het materiaal in YouTube. Gemaakt door een fan. En dat is dus het soort gebruikers waar wij als bibliotheken mee te maken hebben, nu en in de toekomst. En ik denk dat de muziekdingen een bijdrage zouden kunnen zijn om aan die behoefte van vrije content, om daar antwoord op te kunnen geven. En nu moet je maar gewoon even gaan luisteren en kijken, want het is echt hartstikke leuk. Nou, dus om een beeld te geven van wat dus fans doen uit zichzelf, dit soort sites maken. Ik vind het heel inspirerend, in ieder geval. En ik hoop jullie ook. Dankjewel.